Wat zijn de beste smartphones tussen de 400 en 600 euro? Blijf kijken. Hey, Evan hier van Bright. Ja, in onze koopgids is de populairste categorie die van de smartphones. En we geven er, zoals in alle categorieën, 3 aanraders. Maar dat begon, zoals ik al in de vorige video zei, wat te knellen. Er zijn immers zoveel goede smartphones tegenwoordig en in verschillende prijsklassen. Daarom gaan we die categorie die voor de smartphones opsplitsen in aanloop naar de belangrijkste smartphonebeurs in het jaar, de Mobile World Congress, eind februari in Barcelona. De opsplitsing hebben we wel wat aangepast op basis van jullie feedback. De eerste categorie gaat tot 250 euro. We geven ze ook geen naam meer, geen budget, tot 250 euro. Dan dus de categorie van 250 tot 400 euro. Dat was de vorige video. Deze keer dus 400 tot 600. En dan komt er nog eentje met de beste smartphones boven de 600 euro. Als je ons alvast een duimpje wil geven, dan gaan we beginnen. We gaan van start met 2 toestellen die het niet zijn geworden. En dat zijn deze oude rotte, de Samsung Galaxy S9 en de Google Pixel 2. Ik heb hier de XL-versie. En de reden is, de opvolger is al verschenen of is heel erg onderweg. En daarom zijn deze toestellen enorm afgeprijsd. De S9 bijvoorbeeld, die kostte bij release 900 euro en kost nu nog maar 520. Pixel 2, een beetje hetzelfde verhaal, kost nu nog maar 570 euro. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat is nog steeds een hoop geld. Dat is waar. Maar dat krijgt er wel ontzettend veel smartphone voor. Met vooral hele goede camera's. En dan vraag je misschien af, nou, maar waarom raad je die dan niet aan? Ja, nou ja, wij zijn Bright, we zijn vol van vernieuwing en nou ja, wij vinden het een beetje gek om toestellen aan te raden die eigenlijk al verouderd zijn of ingehaald, hoe goed ze ook zijn. Maar desalniettemin, als je een van deze twee zou kopen, een hele goede keuze, je krijgt een heel goed toestel en nou, power to you. Nog eentje die het net niet heeft gehaald is de Oppo RX 17 Pro. Bram van ons, die, kijk, dit is de doos, dit is het toestel, had hem ook al een keer getest en was vooral erg te spreken over het achterwerk van dit toestel. Trippy. Ik vind echter toch net de processor wat te zwak en de schil die Oppo over Android heen legt net iets te heftig. En ja, daardoor heeft hij het niet gehaald. De camera is trouwens wel heel oké. Welke 3 toestellen tussen de 400 en 600 euro zijn het dan wel geworden? Hou je vast. Dat is de eerste, de OnePlus 6T. De flagship killer. Het Chinese bedrijf, een zusje van Oppo trouwens, weet al jaren goed vol te houden om een toestel op de markt te zetten met premium features tegen een mid-range prijs. De snelste chip, voldoende RAM, prima accu, een enorm display voorzien van een bescheiden druppel voor de selfiecamera en een vingerafdrukscanner onder het scherm. De koptelefooningang is wel verdwenen, er is geen SD-kaart en je kunt niet draadloos opladen en de camera is niet premium. Maar de 6T blijft met 560 euro een hele goede koop. De tweede aanrader is de, drumroll, Xiaomi Mi Mix 3. Tadaa, enorme doos. En dit is hem. En Xiaomi heeft een hele originele manier verzonnen om de notch, je ziet het, geen notch, te omzeilen. Komt ie hoor. Dat kun je toch de hele dag doen? Omdat het scherm geen rekening hoeft te houden met een frontcamera, is de screen-to-body ratio absurd hoog, 93%. De camera is ook niet misselijk en in tegenstelling tot de OnePlus kan de Mi Mix 3 wel draadloos opladen. Inloggen daarentegen gaat via een ouderwetse vingerafdrukscanner op de rug. Hij kost 550 euro. Het derde en laatste toestel dat we aanraden is de, boom, de Honor View 20. En wat valt op? Geen notch, geen druppel, geen schuifmechanisme, maar een klein kijkgaatje voor de selfiecamera. Dat gaan we meer zien in 2019. De View 20 scoort op alle fronten goed. Uitschieters zijn de grote batterij, de headphone jack en de 48 megapixel camera. Ik ben bovendien erg benieuwd wat Bram van dit achterwerk vindt. Dit zijn ze dus, de beste smartphones volgens Bright in de prijskategorie tussen 400 en 600 euro, de midrange zeg maar. En heel opvallend, alleen maar Chinese merken. Meer informatie over deze toestellen vind je in onze koopgids Bright Stuff en op bright.nl. En uit mijn hoofd gaat Bram volgens mij ook nog de Mi Mix 3 verder testen.
We zullen de categorie ook gaan bijhouden. Dus als er een nieuw toestel verschijnt wat een plekje verdient, dan gaat hij erin komen. Dus check die lijst regelmatig. Bye! Volgende week presenteren we onze selectie van de beste premium smartphones. Dus abonneer even op het kanaal en doe dat belletje daar rechts onderaan aan. Dan krijg je vanzelf een seintje. Oh, en volg ons ook op Instagram. Want de reacties die je ook hier plaatst, daar kiezen we de leukste van uit. En daar gaan we dan mee in de weer in een toffe Insta-story.